Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens Met Joey. In deze aflevering ga ik je laten zien hoe een prop kan schieten als je een schroef, een bout, een spijker in je band hebt. Je kent het allemaal, hartstikke rot. In deze film dat dus. Als het goed is, herken je dit voertuig. Dit is een scooter, daar heb jij er waarschijnlijk ook eentje van. En die heeft dus een lekke band. Een lekke band is rottig. Zeker als het komt door een spijker, een schroef, glas en al dat soort shit waar je in je band krijgt, wil je een lekke band krijgt. Nou, waarom krijg je een lekke band? Allereerst omdat het dus gaat in of je binnenband of je buitenband zit. En als je een tubeless band hebt met de binnenband, dus je binnen- en buitenband. Nou, dan kun je dus een lekke band hebben en dat is kut, dat moet je niet hebben. En hier zit dus een schroef in. En ik ga nu laten zien hoe je kan weten of hij dan ook lek is. Want soms is een schroef bijvoorbeeld of een stuk glas of een stuk spijker is te kort en is helemaal niet door de band heen. En dan denk je toch dat hij lek is. Ik ga hem even op spanning zetten. En als hij op spanning is, ga ik hem met zeepsop opspuiten. En dan kan je zien of hij ook echt daadwerkelijk lek is. Want dan gaat hij bubbelen. Nou goed, je mag er dus vanuit gaan als je glas of iets dergelijks in je band hebt. Dat je band dus ook leeg loopt, dus dat hij zacht is. En als hij te zacht is, dan zit dus geen druk meer in en dan zal hij ook niet bubbelen als je kijkt of hij lek is. Dus als eerst zet je je band even op spanning. Ja, deze was inderdaad zacht, 1,5 bar, hij moet iets harder zijn. Ik zet hem voor de grap van even op 3 bar, dan gaat hij goed bubbelen. Check, gelukt, 3 bar. Dan hebben we iets wat heet glasseks. Nou, heb je thuis waarschijnlijk ook. Of seks, of glasseks. Het is allebei fijn. En dat spuitje op je bandje, op de plek. Waar je kan zien of je lek is. Soms kan je niet zien waar je lek is en dan spuit je de hele band in. In dit geval is dat niet nodig, want je weet dat hier een schroef zit. Dus dan spuit je op de plek van de schroef. Want dan kan je maar gaan uitleggen dat hij daar lek is. Hij bubbelt niet. Ja, goed idee. Ik ga hem even uitdraaien. Nou, hij bubbelt nog niet. Maar nu gaan we kijken dan of hij, als ik hem eruit draai, echt niet lek is. Oh, daar komen zo de bubbels. Kijk eens, hé. Zo'n lange schroef ook nog. Hoe komt hij nou in die band? Pom! Nou, of hij lek is. Moet je zien. Hij bubbelt niet, want het is gewoon echt van een orkaan. Er ligt een orkaan uit die band. Volgens mij is hij lek. En als hij lek is, zou je hem kunnen proppen. Let op, een prop is een thuiskomen, ja. Het is niet bedoeld eigenlijk om helemaal mee op te rijden. Want dat is waar mensen hem vaak wel voor gebruiken. En als ze klagen, een prop is lekker. Maar die prop is zodat je thuis kan komen. En als je hem wel kan oprijden, heb je geluk. Wij doen sowieso geen proppen, want het is een thuiskomen. Wij willen gewoon, als jij met je scooter toekomt, dat je een band hebt die goed is. En het is ook geen voor ons. Want als wij op locatie komen om een prop te schieten voor 10 euro, dat gaat niet worden, dus wij vervangen banden. Dat is beter en dat is beter. Meer hoef ik niet over te zeggen. Goed, een prop dus. Ik ga kijken of ik kan proppen. Want soms is het gat te groot en dan kan een prop niet eens. En dan moet je sowieso een nieuwe band. Ik moet heel even wachten tot die een beetje uitgeblazen is. En dan pak ik mijn gereedschapje erbij en dan gaan we een propje schieten. Even kijken. Oh ja, hier zit hij. Wat je ook kan doen als je een lekke band hebt, is gewoon proberen om met je vinger op het gat te rijden, dan gaat hij ook niet lekker doorrijden. Ik heb hier een propjeset met heel veel propjes. En deze heb ik nu even nodig om het gat ietsje groter te maken, want anders krijg je de proppen niet in. En als het gat groter hebben gemaakt, gebruiken we dit stukje gereedschap, daar doen we de prop in en dan kunnen we de prop gaan schieten. Dus, ik begin met het gat even ietsje wijd te maken, niet te wijd. Niet met de bolmachine erin dus, maar gewoon eens met dit ding. Hier zit het gat dus. En daar gaan proppen. Maar het gat is nu te klein om een prop te kunnen schieten, dus maak hem ietsje wijd met deze. Je steekt hem er gewoon doorheen. Zo. Draai een klein beetje. En ik doe meestal niet te ver, want anders kan je hem ook weer te wijd maken. Zo, dit is goed genoeg. Ja. Dan laat ik hem heel even zitten. Want met een beetje spanning in de band is het makkelijker om te proppen. Dan pakken we een nieuwe prop. Zo, en het plakt een beetje, dus het is wel lastig. Die prop doe je tussen dit spleetje. Oké, zo. Lekker. Prop in de spleedaal. Kijk, als hij een beetje doorheen is, probeer dit niet aan te raken, want daar kan je lekker plakken dan. Zo, een beetje op de helft. En dan doen we deze eruit trekken en deze erin douwen. En soms
En bij een hele stugge en zware dikke band kan het heel lastig gaan. Daar gaan we. Ik gebruik allemaal 10% kraft. Oké, hij hoeft niet helemaal erheen. Maar dan, ja, dan doe je de prop gewoon in de band. Dat heeft geen zin. Hij moet zeg maar een heel stuk in, maar niet helemaal. Nou, nu heb ik dus een prop geschoten. Ik hoop dat hij zo meteen dicht is. Maar dit moet je nog wel even weghalen. En daarvoor zit er bij een propperset vaak een mesje. Dit is zo'n mesje. Daarmee snijdt het propje weg. Nou, dan pak je gewoon een beetje het propje. En dan snij je de restant af. Zo, dit is goed genoeg. Je hoeft niet een stuk van het profiel af te snijden. Dat is niet nodig. Gewoon een stukje van de prop en dan is het goed genoeg. Zo heb je er waarschijnlijk geen last van. Wat ik nu ga doen, dit is trouwens, we hebben nu een prop geschoten, die zit en is afgesneden. Dus eigenlijk zou het nu goed moeten zijn. Wat ik nu ga doen is, ik ga hem weer op spanning zetten en dan kijken of hij ook echt daadwerkelijk dicht is met die plantenspuit. Glas 6 spullen. Nou, hij is leeggelopen naar 0,9 bar, logisch, hij was ook hartstikke lek. En ik ga hem nu oppompen naar 2,1 bar, dat doen wij altijd in de achterband. In de format 1,9 trouwens. En dan gaan we kijken of hij lek is nog steeds. Zo, 2,1 bar. Dan nog één ding. Ventieldopjes, heel belangrijk. Dat ventiel kan lek gaan. Dat gaat lek door bijvoorbeeld zand. En als je hem dan oppompt, dan blaast je het zand precies tussen het ventieltje en dan is hij lek. Dat ventieldopje is dus heel belangrijk, want er komt er ook geen zand in. En als je een ventieldopje gebruikt, gebruik dan geen metalen ventieldopje, hoe mooi die ook is. Maar die roest er vast op je ventiel en dan kan je hem ook niet oppompen. We hebben het vaak genoeg gehad, het is heel rottig en het is totaal onnodig. Dan zijn we terug bij de prop. De band is op spanning, hij is gepropt. En nu, het moment van de waarheid, is hij nog lek of niet? Oké, dan. Nou, met 2,1 bar, hij bubbelt niet. Dus hij is nu niet lek. Helaas komt het wel vaak voor dat een prop uiteindelijk weer lek gaat. Daarom dus nog steeds, ik zeg maar één keer, het is een thuiskomer. En als je hem ermee op kan rijden, geweldig, goed voor jou. Alleen wij adviseren het niet, want hij kan gewoon snel lek gaan. Nou, nog één leuk en belangrijk detail over het proppen van een band is. Je kan alleen een tubeless band proppen. Een tubeless band is dus een band waarin geen binnenband zit. Dus als je wel eentje met binnenband hebt, ja, dan kan die prop moet je gewoon een nieuwe binnenband gooien. En dat kan dus alleen bij deze tubeless band. Nou, dat was dus het film van de prop. Het was fucking makkelijk. Misschien een hele korte film. Maar ik dank je wel voor het kijken naar deze video. Van volgens mij Joey. Blijf volgen op YouTube, Facebook en abonneer natuurlijk op dit kanaal. Als je meer van dit soort films wilt zien. En check ook onze oude films natuurlijk. En tell me rustig.